als mens ben ik trots dat we het een jaar lang heeft kunnen volhouden. Waarom ik dat zeg? Ondanks de crisissituatie, wat we hebben overgenomen, zag er niet goed uit. En met veel goede organisaties hebben we dat kunnen bij elkaar kunnen knopen. Dat we tot nu toe zelfstandig, je weet dat de overheidsapparatuur heel groot is, dat die gegarandeerd is, een heel jaar lang. En dat wij dan kijken naar alternatieven om het roer om te gooien, om nu te gaan kijken naar ontwikkelingsprojecten. En als we lezen een dikke onvoldoende, is het dan terecht of snapt u die ontevredenheid in deze fase van tijd? Ja, onvoldoende. Maar een dikke onvoldoende deel ik die mening niet. Ik heb het al aangehaald dat we te maken hebben met een lege kast wat we hebben overgenomen. En dat wij dan ook de COVID-crisis die ons ook heeft geteisterd. Daar hebben we twee crisis in één. En als regering moet je dan overleven. En elke keer, we zijn weer geconfronteerd met een tweede golf en nu een derde golf zelf. Dus in ieder geval is het niet zo makkelijk als hoe men dat ziet. Maar in ieder geval, regering Santokki-Brunswijk, we hebben ons best gedaan. En tot nu toe zijn we stabiel. Dan zien we dat inderdaad de prijzen in de winkel zijn gestegen. Ik ben ook daartegen. Olieprijzen zijn gestegen. De koers is helemaal gegaan naar 20, 21. Van 7 naar daar. Maar dat was al die devaluatie die we hebben overgenomen. Dus mensen gaan gewoon zeggen van koers is naar daar. Maar ik ging ook geld wisselen van 20 al toen het al 57 was. Moet je 20 neertellen. Dus met flik en kunstwerken we kunnen repareren. We zijn nog bezig te repareren. Daarom vragen we nog geduld. En ik ben niet tevreden met die dikke onvoldoende. Maar ja, met een makere voldoende zou ik wel kunnen zeggen van inderdaad. Want we hebben het land gestabiliseerd. Ik wil Suriname feliciteren met 1 jaar regering Santokki-Brunswijk. Ik wil van hieruit beroep doen aan de totale samenleving. Ik zet mezelf in hun plaats en zie dat het leven echt hard wordt. Het is harder geworden nu. Maar ondanks dat vraag ik de samenleving om nog geduld, om te patiëntie. We zijn op de goede weg. Als we kijken naar die herstelprogramma wat we hebben samengesteld. En na 6 maanden al moeten we dan lucht beginnen te zien in de tunnel. En als dat het gebeurt, dan zien we gaan nog 1 jaar door. En als binnen het jaar het niet lukt, dan vind ik inderdaad dat het volk kan oordelen. Maar in deze eerste jaar vraag ik het volk nog geduld. Ik denk dat je een gelegenheid hebt om zaken in orde te maken. Het is niet makkelijk om een land te regeren. Dus als je aan de zijlijn staat, is het makkelijk te schreeuwen. Maar als je in de werkelijkheid geconfronteerd wordt, dan zie je wat de realiteit is. Dus ik vraag de totale gemeenschap nog een beetje geduld. We actie al die stranamang, want die patiëntie is er. Hoe de bezig is zit akondere, hoe de bezig naar een herstelplan voor herstel akondere is komen tot een normalisatie. Daarom ik als dat hebben we een ding. En we gaan het doen in 1, 2, 3 dagen. Na een heel jaar hoe de bezig bij. En toch zijn we nog niet klaar met evaluatie. Ja? Maar we actie afvolg. Een jaar die zitten met Oegodoro. Dat we zeker dat die een verandering, een oplossing ook komt. En een kinkje ook komt in de situatie zouden. Heeft u al een alternatief voor Pocky? Heeft u al kandidaten? Ja, we hebben nu al 3 kandidaten. En zondag wordt het besluit genomen. Wie zijn ze? De kandidaten zijn mevrouw Huur, meneer Sampi en Dino de Voorswijk. Oké, Huur en Voorswijk zijn DNA-leden toch? Ja, zijn DNA-leden. Oké, morgen beslissen. Ja, en die mensen. BP. 7-1.